ja, goede wedstrijd. Je ziet dat Curaçao gewoon een sterke ploeg heeft. En dat we die niet kunnen onderschatten. En dat doen we ook niet, gelukkig. En ja, gewoon goed voor ons dat we deze win hebben gepakt. 4 innings lang, pitchers game. Bijna geen honkslagen. En dan in 1 keer in de 5e inning is het los. Ja, allebei de werpers deden goed. Ze waren goed bezig met snelheid afwisselen van de pitchers. Waardoor het moeilijk is voor de slagmensen om te slaan. En dat deden ze heel goed. En verdediging deed het ook heel goed voor allebei de kanten. Toen kregen zij een paar honken bezet en een paar honkslagen eroverheen. Waardoor ze dus voorkomen 3-0. Ja, wij komen gelukkig goed terug. Ja, maar als zij met 3-0 voorkomen. Ik bedoel, die eerste wedstrijd ging verloren. Dat was een flinke verrassing. Ga je dan toch even achter je oren krabben hier? Nou, we weten dat we nog een paar innings te spelen hadden. Het was nou, 5e inning, geloof ik. En als je gewoon een paar punten hier en daar wegsprokkelt, dan ben je gewoon weer terug in de wedstrijd. Dus het was geen paniek aan onze kant of zo. We wisten dat we wel aan de bak moesten. En gewoon punt voor punt spelen. En ja, gelukkig komen die inning gewoon gelijk op 3-3. Dat ging heel snel, die 3-3 meteen. Maar had je dat verwacht dat jullie zo sterk meteen terug konden komen? Liet hij het misschien een beetje lopen? Dat dacht Johnny Ballantyne, zei ja, misschien dacht hij nou te makkelijk, Isabella? Ja, ik weet niet. Hij kwam, voor mij, de eerste man kwam gelijk met 4 wijden op het honk. En dat is altijd lekker natuurlijk als je de eerste man van de inning op het honk hebt. Dan weet je gewoon dat je kans hebt om in ieder geval 1 punt te pakken daar. En dat was ook ons doel, om gewoon even eentjes terug te pakken. En hun momentum een beetje af te breken. Ja, wat ik zeg, gelukkig voor ons pakten we gelijk 3. Ja, heeft de sterkste gewoon gewonnen vandaag? Ik denk het wel. Ik denk dat we gewoon een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En goed terug zijn gekomen en hebben laten zien wat we kunnen. Ja, hoe schat je het nu in, die finale kansen? Ja, we moeten morgen winnen tegen Taiwan. Ook een goede ploeg. Ook heel goede pitching en goede slagmensen. Dus het wordt gewoon weer een goede wedstrijd, denk ik. Wat we de eerste wedstrijd tegen hun heel goed hebben gedaan, is aanpassingen hebben gemaakt op hun pitching. En ik verwacht dat we dat morgen ook weer gaan doen. En tot slot nog 1 keer over deze wedstrijd en ook deze week überhaupt. 2 keer Curaçao. Je hebt geloof ik een Antilliaanse vader. Zijn het aparte potjes voor je? Ja, het is altijd leuk. Het brengt extra emotie mee met je, omdat je ook heel veel jongens van hun kent. En omdat je zelf half Antilliaan bent. Maar ja, je speelt voor Nederland, dus je wilt ze wel gewoon pakken. Ja, en met een 2 honkslag kan je thuiskomen, toch? Ja, dat is lekker gevoel.